doe ik dus altijd door te zeggen van... Hi YouTube! Nog steeds een livestream. Ja, Mimé is er ook bij. En Robin is op dit moment stil. Die praat via chat. Dus die horen we niet in de video's. Maar ja, livestream nog steeds 18 september. Nog steeds samen Eevee erbij. En we gaan naar Cinnabar Island. Omdat het kan. Ik vind het wel leuk dat er Sun and Moon... Oh ja, Rapidash in het water. Ik vind het wel leuk dat er een Sun and Moon, een Fire-type basis, zal het maar zo noemen, aangezien dat er geen gems meer zijn in Gen 7 game. Fire-type baas? Sorry, maar als het een baas is, dat is toch hetzelfde een beetje praktisch als een gym? En David zegt trouwens ook... Hi YouTube! Nou, in deze aflevering wil ik eigenlijk een gym battle gaan doen. Die extreem makkelijk gaat worden, omdat... Ja... in de 3 jaar tijd dat je van Red en Blue af bent gekomen, is er in Cinnabar een heel groot ongeluk gebeurd. Team Rocket die wou nog een poging doen om Milotic af te slachten en om een Magma te jatten. En ja, die hebben dus weer met ijsraketten weer bezig geweest in de vulkaan. Kijk, serieus, in de eerste seizoen van Pokémon, hoe dat Cinnabar Island bijna kapot ging. Dat is in de game daadwerkelijk geworden, dus de vulkaan is uitgebarsten en er is dus nog maar weinig over van Cinnabar Island. Walvis YouTube. Ja, omdat je hij YouTube zei. Maar ik zou zeggen Magikarp YouTube. Eevee YouTube. Ja, maar dat is geen vis, dan zou ik eerder zeggen Vaporeon YouTube. Waarom moet het nou weer per se een vis zijn? Dat is ook geen vis, maar... Nou ja, maar waarom moet het dan weer een... Ah, hi Liefion! Maar we gingen van hij naar walvis, naar Magikarp en dan... Nou ja. En we hebben Bolt nog niet eens geheeld. Tisk, tisk, tisk. Stoute ik. Ik heb mijn potions goed aangevuld, dus... Alleen vond ik het wel grappig hoe dat we Leafeon gewoon op level 35 tegenkomen, terwijl dat we onze Leafeon... Volgens mij was Leafeon een van de eerste evoluties die we tegenkwamen. Ik herinner me Vaporeon en Leafeon eigenlijk als een van de eerste. Ja, daarom, het is officieel geen gym meer, het zijn nu island challenges. Doet me een beetje denken aan de Orange Islands. Om eerlijk te zijn. Ja, Leafeon was de eerste die wij hebben gevangen in de randomizer. Oké, Arcanine gebruikt Roar. Spannend. Aquarion die komt naar buiten toe. Dat is niet zo handig voor onze Arcanine. Dus wij surfen erop los. Leafeon was je allereerste Stevie. Evolutie, zullen we maar zeggen. Oké, serieus. Je hebt Arcanine en Cyndaquil. Dus je hebt allebei vuurtypes. Waarom zou je dan tegen een stroomtype Roar gebruiken, waardoor dat er een watertype naar buiten komt? Dan heb je een probleem. Nou ja, we hebben in ieder geval weer een zwemmen neer kunnen halen, dus... Mam, ik ben aan het surfen en ik krijg nou een wilde Pokémon voor me in plaats. Stop nou eens met bellen. Waaah, Buffett! Eigenlijk had ik altijd al gedacht dat Wabbuffet een watertype zou zijn. Nou komen we ook tegen in het water. En we kunnen niet wegrennen van Wabbuffet in verband met de Shadow Tag die hij vast heeft. Zee, wat is je favoriete Pokémon buiten evoluties en Eevee? Dubbel fris, wat is je favoriete kleur? Wat is jouw lievelingskleur? Buiten groen, blauw, rood, geel, zwart, paars.
Zelfde vraag. Mijn favoriete Pokémon zijn er gewoon Eevee en de evoluties. Er zijn geen andere Fevie Pokémon. Punt. Magikarp. Maar goed. Tuurlijk willen we hier ook nog wel een foto hebben met onze evoluties. En wat is er nou? Hoezo staat Flareon raar achter Jolteon? Ik heb er nou op gelet, maar ik serieus. Er is niks raars aan. Oh, hij verveelt zich met vissen. Laten we gaan vechten. Oké. Okay. Oh, waarom niet, hè? Ook al een Minum. Volgens mij heb je les gehad van die andere. Die had ook een Minum, die andere fisherman. Dubbelfris, ik bedoel gewoon te zeggen van, het is een beetje raar als je naar iemand zijn favoriet gaat vragen en daarna gaat zeggen van, behalve dit, dat, zus en zo, want dan vraag je niet naar iemand zijn favoriet. Dus, vandaar dat ik het zei. Ik weet niet wie ik allemaal ga ontmoeten bij First Look. Dat is altijd weer een verrassing. In ieder geval weet ik wel dat ik weer heel veel gezellige stands tegenkomen die zeker weer... Nou ja, Nintendo die zit zeker op mij te wachten. Want ik ga er wel weer als Mario naartoe, maar... Ondertussen is het stil. Ik zit weer een beetje te multitasken. Ik zit op A-knopje te drukken. Nou, misschien moet je een keertje op B drukken. Ja, maar dan doe ik geen aanval. Het is geen Twitch Plays Pokémon. First Look is in de jaarbeurs in Utrecht. Nou, ik denk dat Twitch Plays Pokémon nog best wel werkt hoor. Volg maar deze command op. Oké. Okay. Ik ga zijn command op, ja, gewoon alleen A. Dit gaat lang duren. Ik hoop dat jullie het geklik horen zo. Ja, dat is in ieder geval over je Skype is dat duidelijk te horen. Dus dan zal het ook wel voor hun duidelijk te horen zijn. Nou, en anders doen we gewoon dadelijk een stukje Twitch Plays Pokémon. Dan mogen jullie vertellen welke knop dat ik in moet drukken. Dit gaat chaos geven, jongens. Ik heb er nou wel zin in. Na deze battle, stukje Twitch Plays Pokémon. Denk eraan, er zit wel een delay in van zo ongeveer 10 seconden wat jullie zien. Dus vandaar, nou ja, dat was ook de reden waarom bij de oorspronkelijke Twitch Plays Pokémon heel chaotisch was. En mochten jullie op een punt gaan komen dat ik dus bijna een Pokémon ga deleten, dan grijp ik zelf in. Want het was al moeilijk genoeg om de evoluties te verzamelen. Goed, dus na deze battle stukje Twitch Plays Pokémon. Dit gaat een ramp worden. Ik ga het gewoon proberen te kijken van wat er allemaal van die gegeven wordt. Proberen diep te vol te spammen. We gaan gewoon ons best doen. Waar begin ik aan? Aan chaos. Allemaal cheats opzoeken. Er zijn geen cheats. Ik bedoel, er zijn geen combinaties van 2 up, 2 down, left, left, right, B, A en al die dingen. Oké, okay, match is over. Twitch Plays Pokémon. Nou,
Dit schiet al op. We hebben één downer gekregen, wauw. Oh, right. Speel je Pokémon op de PC? Nee, dit is Twitch Plays Pokémon nu. Dit is een randomizer. A. Ik druk op A. Wauw. En maak er nog maar een A van. Ik druk nog een keer op A. Nou. Winnen rechts, oké. Okay. We komen er wel bij de gym, jongens. Oh, nog een keer X. A. Volgens mij zal dat de nutteloze A's zijn geweest. Maar zeker weet ik het niet. Weer een A. Down. Down Denix. Oh. We komen er wel. Down. Oh, ja, ik doet weer niks. A. Down. Start. Start doet niks. Start doet niks. Echt niet. Get the normal Stevie back. Normal Stevie zit hier hoor. Maar laat eventjes Twitch even spelen, Robin. Niet zo zeuren. 30 keer down, oké. Okay. Ik heb hem gewoon ingedrukt. Ik zou Munchlax gewoon wegrennen en gewoon verder gaan met die 30 keer down dan, oké? Okay? Random encounters ja, doen we niet aan. Doe dat maar, ja. 30 keer down. Hele mooie steen staat trouwens in de weg, jongens. Leuk. 5 naar rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, het werkt. Maar ik wil die trainer niet overnemen. Ik neem het heel even handmatig over. Ik wil die trainer niet overslaan. Ik bedoel, we moeten naar een gym battle. Screw jullie, het duurt te lang. Ja. Ik denk dat dat verstandiger is. Ik bedoel, ik had op zijn minst wel 25 keer gewoon echt zo van... Nee, down, 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 down. Up, up, left, left, start, BA. Makuhita? Makuhita? Press B to snuif. Snuifie! Weet wel, je neus snuit zo. Nou ja, dat was makkelijk. Jongens, ik neem de controle gewoon weer even over. Want echt serieus, jullie typen veel te langzaam. En ondertussen... Diederik95, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik denk het wel. Oké, dan vraag ik mij af, is het nou wel eigenlijk verstandig om een Pokémon eventjes te wisselen? Want we hebben nou Bolt vooraan staan op level 46. Ik denk dat ik Steamvolutie eventjes vooraan ga zetten. Ik denk dat hij het ondertussen wel een beetje aan zou kunnen nou. Hij is level 40 ondertussen. Oh, dat ziet er zo awesome uit tot we nou Umbreon hebben die ons volgt. Up, niet u, niet au. U-o. Go, Stevie Lucci!
Nou ja, Steve Lucy die heeft een hele hoge defense, dus... En hij flinched. Oké, okay, als we nou een beetje geluk hebben en hij doet zichzelf schaam, jammer. Maar ja, crunch, dat is niet echt super effectief, dus... Wat vinden jullie van de Z-move van Snorlax in Pokémon Sun and Moon? Overrated. Ik heb nog niet al te veel over die moves opgezet. Kortom, er is één aanval vrijgegeven en iedereen die fanbase mag gelijk helemaal uit vanwege één nieuwe aanval. Ja. Oké, okay, stom deed niet zoveel en nou met de critical hit. Dit is Bologna. Eerste klas. Nou ja, we hebben in ieder geval de experience nodig. Dus ik ga gewoon een revive gebruiken. Sowieso vind ik de Z-move vind ik allemaal wel beter dan de... ja... Z-moves vind ik beter als Mega Evolutie, want Mega Evolutie is sowieso saai en alleen maar op sommige Pokémon gericht, waardoor dat andere Pokémon niet echt meer de kans krijgen van hey, dat is mijn favoriete Pokémon, die wil ik gebruiken. Alleen maar omdat ze dan geen, hoe heet dat, geen Mega Evolutie meer kunnen gebruiken ofzo. Dus Mega Evolutie, ik heb er niks van meegekregen in verband met, ja, ik ben altijd bij de Eevees gebleven en ja, Eevees hebben geen Mega Evolutie, dus... Was ook niet nodig, namelijk, vond ik. Voor het eerst na al die jaren staat dat ding eindelijk op ja. Voor het eerst na al die jaren staat de slaapkop aan de top. Hé? Wat? Wie? Mam! Fairytale heeft ergens het over en ik heb geen flauw idee waarover. Stil nou eens. Wat rustig dubbel voor is. Doei. Oké, eventjes een Hyper Potion. Leuk. Maar goed, op dit moment zijn we dus nog steeds geen random Eevee tegengekomen of random Magikarp. Als wilde Pokémon. Ja. Ik bedoel, volgens mij zijn we voor de rest alle Pokémon al bijna tegengekomen. Oké, okay, Luftdisc tijdens het surfen. Dat is niet random, dat is gewoon normal. Can't escape, het is een Luftdisc. Een van de meest zinloze vissen van het spel. Yep. Maar dat vind ik ook zoiets, en dat vind ik dan ook zo jammer. Bijvoorbeeld, waarom heet het Z-move? Vanwege de Zygarde. De legendary Zygarde. Die ook Z wordt genoemd. Daarom heet het nou Pokémon X, Y en Z. Ik snap die logica's niet. Het paradijs van het is er al mee bij. Juist. Voor het eerst na al die jaren staat dat ding eindelijk op en ja, na het eerst... Oh, je bedoelt zo'n animatie tot eerst gaat die, eerst ligt die en hoe meerdere generatie tot die echt langzaam zit. Oh, ja. Op zich inderdaad wel een leuke grap, maar... Ja. Ja, Pikachu die doet het beter, die is... Die heeft een enorm zwaar dieet gehad. Nou, zwaar zou ik het ook niet willen noemen. Want ik bedoel, kijk, bij Snorlax wordt gezegd dat het 20 jaar heeft geduurd voordat hij is opgestaan. Pikachu heeft het 20 jaar geduurd voordat hij is afgevallen. Ja. Fisherman Gideon? Nooit van gehoord. Nee, het is helemaal geen goede Fisherman. Logisch dat je nooit van hem gehoord hebt.
Kunnen we alsjeblieft naar die gym toe gaan? Serieus, een Weedle? Ja, sorry, ik had wat aas aan mijn haakje, maar die is losgevallen. Ik volg weer eventjes Mumees. Volg deze instructie op. Als jij gepoisoned... Kom op, spel! Aw. Serieus? De poison doet nog meer dan die aanval. Vergeet niet, hè, er is kans op poison. Niet van, hé, hey, 100% alsjeblieft. Het valt me gewoon op, non-stop gewoon, als je dus Pokémon speelt, als er één van jouw opponents van de AI een aanval gebruikt waarop dat er kans is dat er iets gebeurt, geheid het gebeurt. Je kunt flinchen, nee hoor, flinch. Je kunt geparalyzed worden, poef, geparalyzed. Ik zou zeker weten, als er 1 op een miljoen kans is dat Magikarp zijn Splash een one-hit KO move zou zijn. Als de AI hem gebruikt, dan kom je hem 3 keer achter elkaar tegen. So not fair. Ik bedoel, vertel jullie ervaring eens. Hoe vaak hebben jullie het wel niet meegemaakt? Erik, heb jij het een paar keer meegemaakt? Best wel vaak. Chat, maar... hebben jullie het vaak meegemaakt? Ik wil antwoorden, ik wil het weten. Al heb ik het niet heel erg het gevoel dat het bij Pokémon heel extreem is. Sommige games heb ik gewoon overduidelijk gezien dat de AI vals speelt. Bij Pokémon heb ik dat juist heel vaak gezien. Ondertussen dat de chat aan het laden is en nou de vraag krijgt, zal ik even vertellen op het moment bijvoorbeeld dat de Poison Power wordt gebruikt. Zou je nooit een tweede Poison Power gebruiken? Tenzij dat je wisselt, tenzij dat je een full heal gebruikt. Nee hoor! De AI gebruikte daadwerkelijk weer Poison Powder toen ik hem full heal gebruikte. Ik heb het zelfs een keertje getest op zo'n Game Boy waar ik het niet over ga hebben. Met een state save. Toen ik hem loadde gebruikte hij in één keer een hele andere aanval. Alsof dat de game geprogrammeerd was van op het moment dat jij gaat wisselen gebruik ik weer Poison Powder. Geloof me, het spel speelt echt vaker vals dan je lief is, hoor. Maar, ik moet ook zeggen, qua kans op bad status effect, ik heb het altijd gehad, tijdens een match of wat dan ook, tegen de AI dan, moet ik er ook bij zeggen. Het was altijd in mijn nadeel. Sand Attack, tegenstander, raakte altijd. Maakte niet uit hoe vaak dat je Sand Attack had gebruikt. De tegenstander gebruikt Sand Attack 1 keer, al mijn aanvallen miste. En iedereen die heeft het probleem veel te vaak zo te zien. Weet je nog je Pokémon Yellow speelt False Pidio? Zoiets. Het is wel lang geleden trouwens, dan moet je me heel even bij mee helpen. Ja, maar dit is een randomizer. Ik kan nou niet op het moment overleveld zijn. We hebben de Eevees veel te laat gevonden daarvoor. En een beetje uitdaging is ook altijd wel leuk. Daarom, behalve als een spel vals speelt. Ja. Met training card hebben wij dat ook zo vaak. Tegenstander coinflips. Altijd in het positieve. Mijn coinflips. Nope. Ik heb een keertje gehad. Vertel. Een tegenstander die zijn deck was volledig gebaseerd op coinflips. En hij had letterlijk alle coinflips goed. Ik had er een aantal nodig, zo'n stuk of 5 of 6 of zo. En ik had ze allemaal mis. En zelfs mijn tegenstander die zei van, wow, dit is extreem.
want dat was echt gewoon extreem. Sorry, maar ik lees gewoon de screennaam op. En goh, kijk eens wie we hier hebben. Hey, who are you, loser? My name's Blue. Blue mother bleeping oak. I was once the Kanto champion, although it was short-lived thanks to the red loser. Anyway, take a good look around you. Hoi, Ivy. Kijk even goed om je heen. Ja, gedaan. Ik kon al direct raden wat je aan het doen was. Sorry. Te voorspelbaar? Ja, ja. Ik had het ook gedaan hoor. Daarom. A volcano erupts and just like that, a whole town disappeared. Ja, maar wat heeft dat te maken met dat ik om me heen moest kijken? We go on whining and losing and winning and losing and Pokemon, but if nature so much has twitches, we can be overwhelmed in a second. That's the way it is, but anyway, I'm still a trainer. Loser, me. If I see a strong opponent, it makes me want to battle. If you want to battle me, for real, show me how many Kanto badges you've got. 6. You're not ready to battle me. Loser, me. Nee, we moeten eerst nummertje 7 vinden. Blaine. Dan ga je offscreen rijden en noteer je als je een Eevee of Espeon tegenkomt, dan weet je op welke route dat was. En dan begin je een livestream gaat zoeken naar een Eevee of Espeon. Maar dat is niet leuk. Nee, dat is saai. Want dan zou je geen live reaction krijgen. Dan zou ik namelijk moeten acteren van tot... ik net doe alsof dat ik hem voor het eerst tegenkom. Lijkt me doodsaai. Hallo Crimson Reaper! Hoe gaat het met jou op deze geweldige zondagavond? No! Het is dat we hem al hebben. Maar ik vind het wel fijn. Ook al komen we in het water tegen. Hi Flareon. Ah. Ik wist niet dat je over water kon lopen, maar ik vind het best. Ik geef je groot gelijk. Nou ja, het is inderdaad slimmer om over water te lopen dan erin te zwemmen als een Flareon. Goed, maar ik wou je wat vragen. Nou, ga je gang. Ik bedoel, ik ben toch op de A-knop aan het drukken. Harder op A! Harder, harder, sneller! Goed zo! Ik wist niet tot we hier ondertussen een Mario Party game aan het doen waren! Inderdaad. Kennen jullie dat, Mario Party? De Button Bash Games? Zo ongeveer de helft van de spellen. Dat is ondertussen inderdaad 80% van de games, ja. Nou, er zitten ook wel heel veel met puzzeltjes in, maar... We hebben volgens mij de beste trainer gevonden. Deze heeft een Gyarados. Zo. Maar dat is niet de beste. Stel de vraag maar, denk ik. Ondertussen... Ben je van plan als je de 3DS Capture Card hebt Fire Emblem Fates te gaan spelen? Op het moment zeg ik heel eerlijk, nee. Ik heb Luigi's Mansion 2 die heel veel mensen dolgraag willen zien. Pokémon Alpha Sapphire, de Let's Play willen ze daar heel graag zien. En Pokémon, of niet Pokémon, de Mario en Luigi games willen ze heel graag zien. En Majora's Mask staat ook op het lijstje. Dus om die juist te spelen op de 3DS. Maar ja, aan de andere kant, waarschijnlijk van deze meting hierboven, want 60 euro die komt van een kaartje die ik niet heb hoeven te halen in verband met tot Game Rooms daarmee heeft geholpen.
Toen ik nog bij Game Pit zat, zou ik 100 euro hebben gekregen voor de 3DS. Maar ja, die moet ik nog steeds ontvangen. Dus dat balkje hierboven, dat klopt nog niet helemaal. Dus ik hoop gewoon tot de Nintendo NX komt met het punt van tot je gewoon DS games of 3DS games op de NX kan spelen. Dus... Als de geruchten kloppen, dan is daar best wel grote kans voor. Ik hoop het in ieder geval, dan is dit niet meer nodig. En dan dat andere wat er over is gebleven, dat gaat er gewoon mooi naar mijn studio toe. Ik bedoel, van alle support, en nogmaals, het is niet verplicht om te supporten, absoluut niet. Het is optioneel en of we het nou gaan gebruiken of niet, lekker belangrijk. Het is gewoon puur optioneel, dus. Even kijken, ik had eventjes een full heal nodig. Ik wist dat Crimson Reaper 70 die vraag zou stellen. Oh. Fairy Tail en ik zit in dezelfde kamer. Stereo shape! Nu hoor je me links, nu hoor je me rechts. Tenminste, als we met de volumeknop zitten te spelen. Als we dat nou op de juiste timing doen, dan vind ik het nog creepy ook. Dan zit er hier ergens een camera, hou ze hem in de gaten. Oh, hier zit die camera. Ik heb jullie camera gevonden hoor, hij zit hier. Zo. Ik wel. Dus die zitten gewoon eerst met elkaar te overleggen van zou ik dit vragen, zal ik dat vragen. Vertel. Fairy Tail en Crimson Reaper die zitten dus gewoon heel erg stiekem van, nou, zal ik dit eens eventjes doen? Zal ik dat eens eventjes doen? Oh, Crimson Reaper die heeft een oortje in en die hoort het dan eerder. Nu even doen tot... Nou zijn we helemaal gefocust. Oh nee, de aandacht is helemaal op ons gericht. Yep. In andere woorden, dan kun jij spoilers vertellen. Doe dat alsjeblieft niet, hè? Ik ben ze heel erg doordringend aan het aankijken nu. Ik probeer ook nog naar het spel te kijken om te kijken wat ik een beetje ongeveer doe. Maar ja, het is toch meestal A drukken, dus... Als ik dus hele gekke bewegingen maak, sorry daarvoor. Kijk me niet zo aan! Wordt het al eng? Hij kijkt niet naar jou. Hij kijkt naar je ziel. Misschien voel je je dan beter. Steeds naar zielen te kijken. Ja, ik heb geen flauw idee wat ik aan het doen ben. We gaan niet lachen. Nou, mooi. Missie geslaagd. Zo, dan staren de pijn, jongens. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Oh ja, Pokémon. Dude, Pleeple with Shuckle. Oh nee, Davy kijkt eng terug. En anders gewoon die schermen naast elkaar neerzetten, dan kijk ik eng naar mezelf. Kom eens, ik ga nu ook helemaal razen en hij is van nee, stop! Ah! Ja, maar onthoud, hij kijkt niet naar jou. Hij kijkt naar je ziel. Dus jij hoeft je niet bekeken te voelen. Het hoeft alleen maar je ziel. Vertel spoilers, zie ik ook eigenlijk in de chat staan. Waar moet ik over praten van spoilers dan? Heb ik iets waar ik over kan praten? Wat spoilers zou bevatten?
Heb ik al iets opgenomen? Ja, ik heb Terraria opgenomen. Daar kan ik wel een spoiler van vertellen. Gemeen, hè? Oeh. Dat is alleen maar voor de livestream dan, want voor dat, tegen de tijd dat dit geüpload is, is het al lang geüpload, dus. Ik heb Terraria al opgenomen. Spoilers! Davy, kijk niet zo eng! Ja, Davy, kijk niet zo eng! Ja! Oh boy, we hebben een legendary voor onze neus. Crimson Reaper, ja, kijkt ook wel eng door zijn oog. Illuminati confirmed. Nou, Steve Lucci, dit kun jij aan. Het is een legendary, we moeten gewoon zoveel mogelijk op A drukken. Als hij blijft slashen, dan kun... Nee, geen critical hits, hè. Bedoel, wij zijn een defensive wall. Special defense gaat dan omlaag, mooi. Wat nu wil je het weten ook? Oh, dan moet ik echt een spoiler vertellen. Oké, Nou, je kan al spoiler vertellen, het was gezellig. Ja! Dat is een goeie! Het was gezellig, dat is meer een hint als een spoiler. Een spoiler, ja, okay. Een spoiler zou zijn als ik nou in één keer tegen de chat zou vertellen van... Hey, Erik zit in een aflevering. Spoilers! En de aflevering daarvoor gaan we naar de Chuckle! Nee! Stop eens met doen! Ik ben spoilers aan het vertellen! Zand is een slechterik! Zelda wordt ontvoerd! Harry Potter blijft leven in de 7e film! Oh. Ik heb het niet meer aan. Stop het. Vind Sintel een vaag woord of zo. Hi Flareon. Man, you did it. Ik vroeg, ze gaat niet meer dood. Wat? Melon. Niet het verkeerde voorbeeld geven. Jij ook niet doen. Mam, ik hou van je, maar ik wil de kijkers spoilers vertellen, dus stop me met ze bellen. Oh, dit is geen random, oké. Okay. Nee, ik druk... Luppie. Melon. Foei. Denk erom, hè. Spoilers! Op de achterkant van een auto of op de voorkant van een auto. Het ligt er maar aan waar dat je naar een auto kijkt en waar je erop zet zitten. Spoilers! Jongens, ik wil echt nog een gym aflevering doen. Of een gym battle in deze aflevering. Melon! Verdorie, jullie die luisteren tenminste nog als ik roep. Even een seconde, jongens. Hey! Joehoe! Niet doen, hè? Niet doen, hè? Jongen. Sorry? Heb geen zin om te slapen, maar moet morgen naar school. First world problems. Ja, bekend probleem. Alleen dan is school verplaatst met werk, maar bekend probleem. You're challenged by picknicker Adrian. En Adrian, die is ook achter Suicune gegaan, want die heeft een wannabe Suicune. Volgens mij was dat Psychic Fighting. Welke? Glade. Dat is volgens mij inderdaad
Die combo. Nou ja, Shadow Ball is super effectief, dus zal wel goed zijn. Nou, nee, Melon, dat valt op zich wel mee, maar ze moet wel luisteren. Steve Lucie, je kunt dit! Stoute Melon is Stoutland! Oh, sorry buurtjes. Ik heb hier nog niet echt wallproof daarvoor, dus... Assurance, wat was dat ook alweer voor een move? Flauw idee. If the fool has already taken some damage in the same turn, this attack power is doubled. En Pursuit was an attack move that inflicts double damage if used on a foe that is switching out in a battle. Nou, dat wordt ze waarschijnlijk nooit gebruikt, dus kun je beter deze gebruiken. Oké, okay, nou dan gaan we gauw healen en dan gaan we hopelijk was dat, volgens mij was het echt deze cave. Sea Foam Islands. Volgens mij hebben ze wel gelijk, kun je hier inderdaad Articuno nog vinden. Ik weet niet meer. Ik ook niet. Mijn muur is nog niet streamproof, nee dat inderdaad niet. Rekening houden met buurtjes. Heel belangrijk. Ben ik bang dat we dus niet een gym battle gaan krijgen in deze aflevering. Oh, hier moeten we zelfs HM's voor hebben. Oh boy. Lame. Kunnen we dan naar boven? Nee, we hebben wel een gym! Oh, mooi. Hij zat hier gewoon een trapje omhoog. Hoi. Moeten we gewoon jullie verslaan en komen we zo bij de gym leader, ik hoop het. Hey, kijk, Blassel! Omdat we toch de gym gevonden hebben. Klopt, ja, er waren geen andere trainers in gold en zilver. In hard gold en soul silver hebben ze daar inderdaad een hele gym in gebouwd. Ik weet het niet meer. Als ik het maar weet. Inderdaad. Ik weet alleen maar alleen nog hoe het in red en blue was. Melon! Denk erom. Goed zo, nou luistert ze tenminste. Kees is wel boos, maar ze luistert tenminste. Want ik wilde gewoon aan bijten, laat me nou eens met rust. Stevie, stop nou eens met zeuren. Zoiets. Oh, je moet ze echt bevechten voordat ze dus echt aan de kant gaan. Oké, okay, zo werkt het hier. Even wachten, want ik was geparalyzed, dus dan wordt er eventjes een full heal. Ze is een beetje baldadig, maar... Op zich gaat het nou alweer goed. Links of rechts? Bij twijfel gaan naar achteren. Oké, okay, doei Crimson! Kijk maar gezellig mee met Fairy Tail. Hier, weer die Cresselia! Serieus, dit is randomizer. Je hebt over meer dan over 500 verschillende Pokémon de kans. Om te kiezen. Waarom twee keer dezelfde in zo'n korte tijd? Had dan Magikarp gekozen of zo? Ja. Ik bedoel, die zijn tenminste nog makkelijk om neer te halen. Nee. Jawel. Niet dus. Ja, huisdieren zijn hartstikke lief, hartstikke schattig, hartstikke knuffelig. Maar soms kunnen ze inderdaad wel een beetje aan de lastige kant zijn. Oh boy. Kom op, Thunder! Critical hit. Nice! Hij is de camera al uit, hij hoort je niet meer. Of hij zit stiekem te kijken en dat weet je niet. Hij probeert me stiekem in de gaten te houden.
Oké, nou in ieder geval, we hebben hem ook neergehaald. Eventjes een Hyper Potion gelijk gebruiken en dan gaan we door. Nou ja, Fairy Tail en Crimson Reaper, ja, die hadden verborgen camera's in je huis. Ja, deze bijvoorbeeld. Ja. Voor mensen met een 3D beeld, sorry, ik weet het, dat is heel creepy. Zo in één keer zo met je hand zo komt, zo van... Ja, behalve dat... dat een 3D TV alleen werkt met 3D opnames. Partypoeper. Sorry. Twee weken geleden vloog mijn vogel weg. Hij is gelukkig wel weer terug. Nou, dat is gelukkig fijn om te horen. Hoe kan Ductrio eigenlijk slash leren? Een hele goede vraag. Het is wel bekend dat in ieder geval een Diglett, dus waarschijnlijk ook wel Ductrio, want het zijn gewoon drie Diglets, dat Diglett voeten hebben. Het enige is, de voeten hebben we nooit gezien, maar ze hebben voeten. Interessant, leuk, I guess, spannend, boeiende info. Hoe kan die Slash? Slash is een aanval met de Cloudy. En wat is het met deze gym en legendaries? Te veel legendaries tegen, jongens. Ik bedoel, ik weet dat er een vulkaan is uitgebarst, maar dat wil niet zeggen dat iedere trainer daar nou in één keer gewoon kan zeggen van... Legendary. Schadeclaim, legendary. Geef. Nee. En vergeet niet, deze gym die is extra lastig omdat er geen Pokémon Center in de buurt is. Normaal gesproken heb je hier alleen maar de gymleader. Nee, in de remake moest het moeilijker worden. Een psychopaten. Begrijp je psychic types? Oké, deze heeft de beste legendary ooit. Caterpie. Wow. Ja, maar aan de andere kant kan ik het wel begrijpen. Ik bedoel, vergeet niet, het is al bijna 10 uur en morgen moeten de meesten weer werken en naar school. Dus ja, maar ja, het nadeel is, zaterdag of zondag is de enige dag dat ik echt tijd heb om te streamen. Ik heb me altijd goed betreft lastige huisdieren. Ik heb zelf twee katten thuis en s'nachts rond 4 uur maken ze me wakker door in mijn tenen te bijten. Dat doet de jongste het meest. En met deze warmte doe ik de deur niet dicht 's avonds. Oftewel, dan heb je in één keer een kat die in één keer zegt van hoi! Rauw! Daar word je inderdaad denk ik wel wakker van. Ja. Ik ben gewoon heel eventjes lekker aan het spelen met de Hyper Potions. En nou ga ik even Super Potions gebruiken op Leafeon. Dat kan sneller. Oké, nou alleen nog deze trainer en daarna hebben we een gym battle, jongens. Dat wordt spannend. Ik heb vogels die om 6 uur 's ochtends een orkest geven. Wat voor muziekinstrument speel je dan? Spelen ze bijvoorbeeld... ja, trouwens, nee, dat is niet... de Hupplepup viool. Oké, voor gebruik toch even een andere Pokémon. Firepower, brand hem neer. Maar ja, huisdieren kunnen ook heel erg lief zijn. Melan die heeft het vaak zat gehad als ik terugkwam van mijn werk of van een evenement. Dat ze echt het hokje uitsprong op een schoot van nee, nu wil ik geknuffeld worden. Jullie trouwens ook.
NBA-team, deuntje. Moet ik even denken, hoe ging de A-team deuntje ook alweer? Oh ja. Tralalala. Ja, ik ken hem, weer. Ta 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 ta. Trouwens, even een fun fact. De Fire-type gym was in generatie 1. Zeg ik er ook even bij, hè? Generatie 1. Dus echt in red, blue of yellow. Een van mijn favoriete gyms vanwege de quiz die ze erin hadden gegooid. Dat vond ik zo leuk. Ook al had ik de vraag nog goed beantwoord, dan ging ik nog naar die trainer om toch nog met hem te battelen voor de experience. Maar goed. Blaine. Hey you Pikachu, I want you on my team. Okay, sorry. My gym on Cinnabar Island was burned down, but I will not give up. Take a look at this cave. We have turned it into a gym, and I am still acting as a gym leader. I will give you the gym badge if you manage to defeat me. Are you ready? Here we go. Okay. Nou, normaal gesproken zou je denken van waarom heb je Vaporeon niet voor aangelegd? Ik bedoel serieus, Blaine is voor vuur Pokémon. Hij begint met de Rhyhorn, wat eigenlijk best wel grappig is, omdat in de anime begint hij met Rhydon. Dus dit slaat al eigenlijk ergens op. Oké, dan was het inderdaad een hele slimme keuze geweest om inderdaad misschien Vaporeon toch maar voor aan te gooien, maar... Oké, in ieder geval Rhyhorn met de aanvallen Earthquake Paas erop, hè. Oké, dan hoop ik dat ik iets sneller ben. Goed zo. Come on, have a Fairy-type, please, I beg. Hey, dit is een randomizer, natuurlijk heeft hij dat niet. Oké, nou is het een tweede Pokémon. Wat gaat het tweede Pokémon worden? Een Electabuzz! Oké, nou weet ik wel dat Magmar en Electabuzz een beetje de tegenpolen van elkaar waren. In de ene game kon je Electabuzz krijgen en in de andere game kon je Magmar krijgen, maar... Electabuzz? Heb je je Pokémon misschien gewisseld met die van Lieutenant Surge? Nou, volgens mij wou hij een Pokémon en hij vroeg om die Pokémon. Hij had een beetje spraakgebrek, waarbij hij dus vroeg om een... Oké, en zijn Thunder die weet het gewoon om twee keer achter elkaar gewoon te raken. Dat is gewoon Flame. Ik bedoel, vergeet niet, Leafeon is nou niet echt bijvoorbeeld een special attack defense. Dus die heeft gewoon een normale defense. Dus Leafeon, die heeft best wel een flinke klap naar te verduren. Maar Leafeon heeft het wel gehaald. Goed zo, Leafeon. Netjes. Oké, laatste Pokémon. Regigigas. Was dat niet staal? Oh nee, dat was Registeel, Regi-Ice en Regi-Rock. Wat was Regi-Gigas dan? Was dat niet gewoon normal? Dat is een goede vraag. Ik heb die nooit gebruikt eigenlijk. Regi-Gigas! Dat is inderdaad normal. Ik vind het apart! Gelukkig heeft hij slow start, oftewel dat hij niet, ik weet niet hoeveel ability stuff krijgt. Als die op full power gaat komen, hebben we een heel groot probleem. Waarom is het zo warm? Valt nou wel mee eigenlijk hoor. Oké, ik heb al hit. Oké, ik vind het nog steeds niet een prettige temperatuur, maar zelf ben ik het type dat, dat het bijna altijd wel heet heeft. Maar het is nu een heel stuk beter dan een paar dagen geleden. Kom op. Yes! Blaine is neer en ik moet zeggen, Blaine vind ik een hele subtiele Pokémon trainer. En zeker een gymleader. Hij heeft geen één full restore gebruikt. Netjes.
awesome I have been burned out! Take this volcano badge! En we hebben de volcano badge. Volcano badge? De volcano badge. Volcano badge. Here, I will give you this too! It's called Overheat. It has a slight drawback, but it's powerful and well worth it! Nou, Overheat, misschien dat we die inderdaad wel aan Firepower kunnen geven. Dat, misschien. Dus. Maar goed, we hebben in ieder geval de Pokémon Gym Leader 4 verslagen. En ik denk dat ik het daar ook bij ga laten bij deze aflevering. Dus ik stap heel even naar buiten toe. En heb je nou het leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video die dan weer later gaat komen. Ik dank jullie voor het kijken en een hele fijne dag wens. Wil je nou zelf ook een keertje aanwezig zijn bij zo'n livestream? Laat het natuurlijk weer, of laat niet weten. Je kunt er al gelijk bij zijn. Door op de link te klikken in de beschrijving van Twitch. Link staat in de beschrijving. Klik erop. Klik op die follow knop. En als je notificaties dan hebt staan, krijg je notificatie wanneer dat we live zijn. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Yeah.